Wat heerlijk om samen een nieuwe week te mogen beginnen, een nieuwe zondag. En wat heerlijk om elkaar hier in de Kandelaarkerk allemaal te kunnen zien, te mogen ontmoeten. En ik zeg ook graag fijn dat er mensen zijn die achter een scherm meekijken en meedoen, waar je ook bent op dit moment. Fijn dat je meedoet en een hartelijk welkom. Een dienst in het kader van actualiteit. Er gebeurt zoveel om ons heen op deze aarde, verder weg en dichterbij. En wij komen bij elkaar om het bij de troon van onze Heere God te brengen. Concreet het omgaan met zijn schepping, met de natuur. Dat is het onderwerp voor vanmorgen. En voordat we verder gaan, terwijl we hier nog zitten, wil ik jullie allemaal vragen om eerst nog een kort moment van stilte te nemen voor extra concentratie. Zullen we allemaal ons vertrouwen op God stellen, dat staande, doen en zingend. Zijn groet. Genade is er voor jullie en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. En Jezus Christus, hij is de betrouwbare getuige. Hij is ook de eerstgeborene van de doden. En hij is de overste boven elke machthebber op deze aarde. Aan hem behoort alles. We gaan samen zingen. Thank you.
Ja, het is zo onvoorstelbaar mooi dat die machtige God met ons wil omgaan. Jullie wil tegenkomen. Mooi dat we hier kunnen zijn. En de Heer Jezus wijst ons de weg. Hoe we met die God hebben te leven. Hij vat samen waar het in heel de schrift, in heel het Oude Testament, in heel de Bijbel om draait. Om liefde. Dat deed hij eens toen hij in gesprek was met anderen. En toen zei hij, de eerste en de belangrijkste regel is deze. De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Tweede regel is net zo belangrijk. Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. Die twee regels zijn de basis van de wet en de andere heilige boeken. Die wet, de richtingaanwijzing van onze God, de Torah. We kunnen daar niet genoeg over zingen, niet blij genoeg mee zijn. Er is een enorm indrukwekkend lied in de Bijbel. Wie maar een klein beetje thuis is in de Bijbel weet dat, Psalm 119. Al bijna 4 jaar lang zingen we om de zoveel tijd in een eredienst 1 letter van Psalm 119. En het is een mooi moment om zo ongeveer na de zomer in 2021 die lijn weer op te pakken. We zingen letter nummer 16 alweer, oftewel 4 berijmde verzen van dit lied, Psalm 119.
Zo bidden we ook verder. Heer, dat we zo mogen zingen, dat we zo mogen bidden, dat we altijd gedaan hebben wat recht is, wat wettig is, wat goed is. Daarmee zingen we zo boven onszelf uit, want hier zijn we en u kent ons zo door en door. En u hebt ook precies gezien wat we de afgelopen tijd gedaan hebben. En u bent de God die met uw vaderhart ons hart peilt. Ons hart dat lang niet altijd zo recht en wettig is en handelt. U weet dat van ons en toch zingen we zulke woorden, want u geeft ze zelf aan ons. Toch zingen we zulke woorden, want u geeft ons daar de motivatie voor en uw Heilige Geest, dankzij de Heer Jezus. En wat zijn we u daar dankbaar voor. Want ons leven komt op niveau, op een heel mooi niveau. Als nieuwe mensen. Geestelijk en zo willen we ook echt christen zijn. En voor de zonden, de fouten, de gebreken en tekorten willen we u vragen, vergeef en doe weg en vul aan wat beter kan en wat mooier kan. Wilt u alleen maar naar ons kijken en ons behandelen via uw Zoon, steeds weer opnieuw. En dan nemen we die mooie woorden weer op de lippen en dan zingen we weer over het mooie omgaan met u. Dank u wel dat u ons zo de weg wijst. Dank u voor de Bijbel. Dank u voor Torah, voor de aanwijzingen voor het leven via Christus. Dank u wel voor weer een nieuwe morgen, voor weer een nieuwe dag die we mogen beginnen en daarmee ook een nieuwe week. Een start als gemeente, hier in de Kandelaarkerk of op een andere plek doen we mee. Dank u voor die middelen, voor de uitzending die mogelijk is, voor de organisatie ook erbij, voor iedereen die zich weer heeft ingezet, zodat deze dienst er kan zijn. Dank u wel voor motivatie om mee te kijken. Dank u wel voor motivatie om elkaar hier gewoon heel concreet op te zoeken en bij elkaar te zijn. Om zo het liturgische feest te vieren, de aansluiting bij het hemelse feest, de heerlijkheid voor u, de glorie in de hemel. En zo willen we ook deze dienst beleven en dat is best wel een opgave, Heere God, ook u weet dat van ons, want we komen soms uit het drukke leven, of misschien wel uit een stil leven, maar lang niet altijd zo hemels. En dan is het een opgave om goed die dienst aan u te vieren en mee te maken, voor jong of al wat ouder, voor ons allemaal. En daarom bidden we om uw zegen. Maak deze dienst goed. Verwonder ons, leer ons verwondering over wie u bent. Heer onze Heer, die machtig is op de hele aarde. Amen. Psalmen 8. Voor de koorleider op de wijs van de Galitische, een psalm van David. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Een mensenkind dat u naar hem omziet? U heeft hem bijna God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemels, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Dat is het woord van God. Voor u, voor jou, voor mij. Gefeliciteerd als je die woorden hoort. Sommige zinswendingen ken je natuurlijk, ken je uit je hoofd. Gefeliciteerd als je ze hoort, ze kent, maar ook het verlangen hebt om het niet maar te laten bij woorden, maar het een plek te geven in je eigen leven. Ik wil me er nu graag voor inzetten om daarbij te helpen. Dat die woorden van God ook inderdaad een plek mogen hebben in al jullie levens en in mijn leven. Tot eer van onze God. En na de preek straks dan zingen we een berijming van ditzelfde lied, Psalm 8a. En ik noem nog even voor de jongens en de meisjes. Ik ga verklappen dat ik een heleboel mooie foto's heb gekregen van de jongens en meisjes, van onze jongere leden. En die hebben straks een plek aan het einde van de preek. Dan laat ik ze allemaal zien en dan ga ik ook kort even bij vertellen wie je bent en wat we daar zien en waarom dat zo mooi is. Dank jullie wel alvast in ieder geval die jullie hiervoor hebben willen zorgen en op die manier ook willen meewerken aan de preek van vanmorgen. Heel mooi. En er is trouwens ook een notendop nog, maar dat pas later. Ja, wat was er in het nieuws afgelopen weken? Het was een en al klimaat. Klimaatverandering. Het begon zo... Begon zo voor de zomer ongeveer, hè, de overstromingen van de Maas in Limburg, Zuid-Limburg. Overstromingen in de Ardennen in België, gebieden in Duitsland. Waren er trouwens nog mensen in die buurt ook op vakantie geweest, daar waar overstromingen waren en hier aanwezig? Nou, niet echt, gelukkig maar, zou ik, ja, een beetje... Dat je droge voeten kunnen houden, gelukkig maar. Als je dan de beelden ziet, word je niet vrolijk van. In zoveel landen. En tegelijk, die andere kant, hè, rond de Middellandse Zee, ik geloof dat het afgelopen week was in het nieuws, een hitterecord. 48,8 graden of zo ergens, het loopt tegen de 50. En dan ook het alarmerende bericht daarbij dat we... best maar eens moeten gaan rekenen met meerdere van dat soort getallen. Dat soort temperaturen rond de Middellandse Zee. Allerlei branden erbij, hè, in Griekenland, Evia, evacuaties. Italië, Turkije. En Turkije wordt dan helemaal getroffen, want aan de ene kant die bosbranden en de hitte, en aan de andere kant dan weer overstromingen. Verder de extreme hitte in het westen van de Verenigde Staten en van Canada en zo. Als je daar familie hebt, dan kun je ook je hart vasthouden wat dat voor hen betekent. Er is veel klimaatnieuws de afgelopen tijd. En dan gaat het over CO2-uitstoot. Het gaat al veel langer ook over ontbossing, het Amazonegebied en zo. En hoe dat economisch wordt uitgebuit. Het gaat over de smeltende poolkappen. Of het veel sneller smeltende ijs van Groenland dan men had ingeschat. Veel sneller smeltend dan ingeschat. En ondertussen. Want dit soort geluiden zijn niet nieuw. Milieugeluiden zijn niet nieuw. Maar ze verhevigen wel. En ondertussen zie je toch ook een bepaald enthousiasme voor dingen die maar gewoon moeten kunnen doorgaan. Op dit moment even zonder een waardeoordeel van mijn kant, maar wat gewoon doorgaat, is de ontwikkeling van het ruimtetoerisme door de rijken der aarde. Is de Formule 1 race op Zandvoort op 5 september, mogelijk verliesleidend, natuurbeschadigend, maar het gaat wel door. Wat beheerst het nieuws? Afgelopen week was er het zogenaamde IPCC-akkoord. Ooit van gehoord voor afgelopen week? Van het IPCC, dan moet je een klein beetje ingewijd zijn in de politiek in Europa misschien. Maar laten we maar even zeggen,
Een internationale groep mensen die alles bij elkaar haalt en harkt wat te maken heeft met goed onderzoek naar klimaatverandering. Wetenschappelijk. En er zijn ook lijnen naar allerlei regeringen. Echt een enorme hoeveelheid kennis komt daar bij elkaar. Nou, dat rapport is afgelopen week de media ingegaan. En daarin wordt de vinger gelegd bij de rol van de mens. Daarin wordt bewezen dat inderdaad de opwarming van de aarde, de klimaatverandering, dat de rol van de mens daar enorm groot bij is. Ongekend groot. Een alarmerend rapport, code rood, zo wordt daarover gesproken. En inmiddels gebruiken wij als mensen jaarlijks bijna anderhalf keer zoveel als moeder aarde ons in één jaar kan aanbieden. We buiten uit. Ik zeg we. Maar wie buiten uit? Ook dat is nog een vraag. Wie buiten uit? Is dat ook niet maar een beperkt deel van de 7, zoveel miljard wereldburgers? De mensen die blijkbaar in de positie zijn om het economisch goed te hebben en zich te kunnen ontwikkelen. Ten koste van een ander deel van de mensheid. En de schade is groot aan andere mensen. De schade is groot aan de oceaan, aan de atmosfeer. De schade aan de poolgebieden wordt onomkeerbaar genoemd. En daar zitten we. Tot nu toe nog niet echt een vrolijkmakende boodschap. En dat was wel mijn bedoeling voor vanmorgen. En ik hoop ook dat jullie dat uiteindelijk ontdekken. Maar eerst maar eens, wat doet dit soort nieuws nou met je als je het hoort? En je kunt als mens op verschillende manieren reageren. Het kan verschillende snaren bij je raken. Je kunt aan de ene kant, en ik weet dat ook van velen, moedeloos worden. Ik doe toch mijn best. Met groene energie, met zonnepanelen, met niet te veel steen in mijn tuin. Ik doe toch mijn best met de manier waarop ik mijn boodschappen haal. Het lijkt water naar de zee dragen. Je kunt er wat moedeloos van worden. Je kunt er ook bang van worden. Oei. Als dit nu, die ontwikkeling nu zo enorm snel gaat en stijgt. Waar gaat het dan heen? En wat betekent dit dan voor de toekomst van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen? Als God het geeft, achterkleinkinderen enzovoort, voor nieuwe generaties. Ik ben echt bang van worden, of misschien zelfs wel wakker van liggen. En daarom Psalm 8. Psalm 8 wijst ons een weg. Zet de hele rol. Zet dit alles wat ik tot nu toe heb opgezond in een machtig perspectief. Een blikrichting, een uitzicht, een kader rondom de levens van ons allemaal. En daarom is het zo goed om dit lied te kennen en te zingen. Daarom heb ik het ook maar positief verhoord. De aarde is in goede handen. En zoals al vaker wil ik graag met jullie op twee dingen de aandacht richten. Namelijk de rol van God en de rol voor ons. Opnieuw die beide. Eerst God, natuurlijk. De aarde is in goede handen, want God laat niet los. Als de Heere God naar ons kijkt, en dat wil hij, dan wil hij iets van zichzelf terugzien. Nou, dat is een scheppingsgegeven, hè? Genesis 1, God maakte de mens, kroon op zijn schepping zeggen we dan, als onderkoning naar zijn beeld en gelijkenis. Dat is een wonderlijk verlangen van onze God. Je kunt het natuurlijk niet met iets menselijks vergelijken, want elke vergelijking gaat mank, en toch wil ik het proberen. Na deze nuancerende opmerking. Als je als vader of moeder naar een kindje mag kijken, naar een eigen kindje mag kijken, dan doe je dat hopelijk met veel liefde en veel bewogenheid. Mogelijk ook wel omdat je iets van jezelf herkent. Het is zoiets van jezelf. Het is een verlengstuk van je eigen leven. Het is je eigen vlees en bloed. Liefde dus. God kijkt naar mensen met zoveel liefde, met zoveel bewogenheid. Dat wil hij.
100 mensen hier, hoeveel mensen thuis. En God wil met liefde naar je kijken. En iets van zichzelf in je eigen, jouw persoonlijke, in mijn persoonlijke leven herkennen. En daarmee zijn we bijna een God, zegt Psalm 8. Bijna goddelijk, inderdaad. En dat woord wordt hier in dit lied gebruikt om dat je niet echt iets hogers kunt aanduiden voor de mens. Vers 6, bijna een God gemaakt. En vers 7, God heeft aan die bijna een God toevertrouwd het werk van zijn goddelijke handen. En hoe bijzonder is dat? God wil niet loslaten, maar wel toevertrouwen. En ook dat is belangrijk om te beseffen. Wat doet dat met je? Dat een zo belangrijke God, een zo'n belangrijk iemand, iets aan jou toevertrouwt. Dat hij je blijkbaar in beeld heeft. Een zo belangrijk iemand zegt, alsjeblieft, dit vertrouw ik vanuit mijn handen, die alles gemaakt hebben, aan jouw handen toe. Voel je dan ook niet een heel klein beetje belangrijk? En dat mag, hè, in de lijn van hoe ik dit nu zeg. En wat hebben we ermee gedaan? Nou ja, lang verhaal kort, niet zo heel veel goeds. Het spiegelbeeld van God is na de val in zonde kapot gegaan. Maar, en daar gaat het nu om, dat doet niets af aan dat verlangen van God. Dat hij wel met liefde naar je kijkt en dat hij wel wil blijven toevertrouwen, omdat hij zo van je houdt. En ik denk dat we mogen zeggen dat onze God zelfs in 2021 ons nog zoveel wil toevertrouwen, of niet? Van heel die schepping. En daarin ligt voor ons natuurlijk de uitdaging. Leer me door de wereld gaan om al uw tekens te verstaan, zongen we het eerste lied. God vertrouwt ons al die tekenen van hem toe. Ik zou willen zeggen, kijk zo eens om je heen als je buiten bent, naar beneden, naar het gras en akkerland, naar de bossen en de heide. Of naar boven, naar al die mooie, schitterende, afwisselende wolkenluchten. Onze God is een God van toevertrouwen aan, ja, ook aan mij. Kijk zo eens om je heen, dat hij een God is van toevertrouwen. Als je door de schappen van de Co-op of van de Jumbo of de Albert Heijn loopt. 10 soorten kaas, 20 soorten wijn en mijn God is een God van toevertrouwen aan mensen, zoals ik. Dan wordt het winkelen best wel mooi, of niet? Mooie uitdaging voor, morgenochtend zijn de winkels gesloten, of niet? Nee, supermarkten niet. Mooie uitdaging. God vertrouwt het aan je toe, aan mensen als wij. Wauw! Vraagt wel heel wat vertrouwen van hem. En, een logische vraag is dan, ja maar dat lijkt, en dat zeg ik dan maar even heel menselijk, dat lijkt niet zo'n goede keus van God, want in onze handen zijn zijn spullen helemaal niet veilig. En dan kun je mee in de knoop komen. En dan kun je over doordenken. Hoe werkt dat nou? God is toch machtig? En dan legt hij het zomaar in mijn onmachtige handen. Ja, dan gaat het toch fout. Waarom vertrouwt hij dat steeds maar weer opnieuw toe en blijft hij zoveel toevertrouwen? En ik wil het uitleggen door te zeggen dat hij, de God die vol liefde en vol macht is, in zijn omgaan met ons liefde boven machtsuitoefening stelt. Liever dan dat hij goddelijke macht uitoefent, gaat hij door met liefde betonen. Jou belangrijk laten zijn. Onderkoning laten zijn. Liever dan dat God met een machtige hand ineens ingrijpt in de natuur die maar wankelt en die ontspoort. Liever dan dat hij met zijn hemelse stem als door een donderslag zomaar even de ijskappen gaat herstellen, want natuurlijk kan hij dat. Dat is een knip met zijn vingers voor hem, toch? Liever dan dat hij met donderende overmacht dat doet. Of liever dan dat hij met een goddelijke bliksemschicht zo eventjes die ozonlaag gaat herstellen, want dat is toch maar een knip voor de vingers voor hem. Liever dan dat hij met zijn goddelijke overmacht dat doet.
Houdt hij vast aan zijn bedoeling met die schepping die aan de mens wordt toevertrouwd? Wonderlijke liefde van een verbonden God voor mensen op aarde. Wonderlijke liefde. Om liefde te winnen. God stelt liefde boven macht. Om ons niet met macht tot geloof te forceren, maar ons door zijn liefde te winnen. En daarom is het ook niet met overmacht dat hij zomaar alle fouten herstelt, maar is het met liefde dat hij zijn zoon geeft. Kracht in zwakheid. In volledige liefde, Jezus Christus. Wij ontmoeten Gods liefde, Gods vasthoudende liefde aan zijn schepping. Met een mens die deze schepping, die in deze schepping geboren wordt. Uit een uitverkoren vrouw op aarde. Het is vandaag de dag om Maria te herdenken, wereldwijd gebeurt dat. Een uitgekozen vrouw op aarde. God komt deze schepping binnen, hij laat die schepping niet los, hij blijft toevertrouwen. Want hij geeft vol liefde om die mens. Jezus Christus, daar heb ik het nu over. Liefde boven macht. En zo is Jezus ook de naam die bij dit lied moet klinken. Psalm 8 wordt een keer nadrukkelijk aangehaald in het Nieuwe Testament. Het testament waarin Jezus Christus helemaal centraal staat. Meer nog dan in het oude dat naar hem toewerkte, mogelijk. En met mogelijk bedoel ik meer centraal. Hebreeën 2, Jezus, de Zoon, de mens. En er wordt in Hebreeën 2 Psalm 8 geciteerd en dan wordt letterlijk gezegd, deze mens met glans en glorie, hè, die bedoelde mens bij de schepping, dat is Jezus. En dus kunnen Psalm 8 ook niet zonder Jezus Christus zingen. God vertrouwt niet alleen het werk van zijn handen aan mensen toe, maar hij vertrouwt zichzelf aan mensen toe. God geeft die schepping niet prijs aan de mensen, hij laat niet los. Maar geeft zijn zoon prijs aan die schepping. En zo laat hij niet los en dat is liefde. We gaan nu meer naar onze rol kijken. Omdat God niet loslaat, doen wij dat dus ook niet. En de vraag is, wat doet dit nou met je? Ken je deze God? En we blijven mensen, en ik zeg ook maar dat het mij geregeld kan aangrijpen. En dat ik zelf ook denk, van hoe lossen we dit op? Hè? Gewoon als mens, hoe lossen we dit op? Wat moet je nou concreet gaan doen? Hoe gaan we nou voor het milieu zorgen? Nou, natuurlijk, ik zal straks, of eigenlijk dankzij jullie jongens en meisjes, wat concrete aanwijzingen laten zien. Maar het hoogste verlangen, de grootste kreet die je kunt slaken, is toch wel, o Heere God, wilt u vol liefde dan toch maar uw macht laten gelden en ingrijpen? Want dit wordt hem niet. Kan je zo aangrijpen. Maar dan lees je de Bijbel en Psalm 8 en dan probeer je goed te peilen. En wat zegt dit lied nou? Wat is nou echt ons leven? En het is het een blij lied over de schepping die aan mensen is toevertrouwd. Dan is het een loflied. En nu wordt er wel eens gezegd, Psalm 8 is een loflied op de mens. Hè? Loflied op de mens als kroon op Gods schepping. Ik zal niet zeggen dat je dat moet vergeten. Maar Psalm 8 is geen loflied op de mens. En eigenlijk is dat toch heel duidelijk. Er staat een heel ander kader omheen. Vers 2 en vers 10. Dat is het kader. Op wie is het een loflied? Vers 2 en vers 10. In één adem. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Psalm 8 is een loflied voor de Heer. Wij laten niet los, want ere aan wie ere toekomt. En dat is aan onze Heere God. De Heerser. Adonai. Yahweh, onze Adonai, Heer van de omgang, u bent onze baas, onze heerser. Dat is het kader om ons leven en dat blijft het kader om ons leven. Een liefhebbend God die iets van zichzelf wil herkennen in ons. En daarom moeten we die lof op God ook nooit loslaten. Misschien wel juist als je klimaatnieuws hoort. Dat je dan niet maar begint met het piekeren, maar misschien eerst even een lofliedje neurien. Ere wie ere toekomt. Als wereldwijd klimaatnieuws je ongerust maakt, het de Bijbelse klimaatnieuws van Psalm 8
kent een ander kader, namelijk dat God machtig is op aarde. En daarom neurie is een liedje als je naar buiten kijkt en de graslanden, de heide, de bossen ziet of de akkerlanden. Of als je naar boven kijkt en al die afwisselende wolkenluchten. Neurie is een mooi liedje. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Zie ik sterren aan de hemel staan, Heer onze Heer. Zoiets. God laat niet los en dus moeten wij dat ook niet. Eren wie eren toekomt. En bij loven hoort ook dat je de verwondering kent. Nou, ik heb het maar even weergegeven met het woord tjonge. Dat zeggen jullie niet zo vaak, denk ik. Ik heb het even opgezocht. Als er mensen van puzzelen houden, uitroep van verbazing. Een puzzelwoordenboek geeft dan bij 6 letters tjonge. Weten we dat. In Psalm 8 komen we 3 uitroepen van verbazing tegen. Tjonge! Namelijk in dat kader. Hoe machtig. Tjonge, wat machtig. Dat staat aan het begin en aan het eind. Verbazing. En ergens in het midden nog een keer verbazing. Over die mens. Wat is de sterveling, de sterfelijke mens, dat u aan hem denkt. Tjonge, wie ben ik? Dat u aan mij denkt. Verbazing. Verwondering. Verwondering over deze God. Want wij laten ook niet los. En ik wil daarbij ook nog uitleggen dat het wel onze neiging is. We verbazen ons niet zomaar. Maar wij hebben als mensen de neiging om los van God te maken. Als je dat bestudeert, dan kom je ergens uit bij de verlichting, de menselijk verstand op de troon. Maar je zou kunnen zeggen, dat was al de fout bij de zondeval. Losmaken van God. God, u daar en wij hier. We maken het los van God. We maken alles los van God. We maken de schepping los van God. We maken de natuur los van God. En los van God zie je geen eigenaar meer. En van wie is het dan? Van wie is de schepping? Van wie zijn de poolkappen? Van wie zijn de Amazonebomen? Ja, als je het losmaakt van de maker, dan is het van iedereen en dus van niemand, zei iemand eens. Als je het losmaakt, als je iets isoleert, is het eigenlijk van niemand. Ja, en dan kun je er dus ook mee doen en laten wat je wilt. Het is toch van niemand. Dat is een fout van de mens. Alles losmaken van God. En zo zie je de mens dan uitbuiten van, ja, want ja, van wie is het dan? Zo zie je de zeeën leeggevist worden. Of zich met plastic afvalsoep vullen. De ozonlaag vervliegt letterlijk. En de bodem raakt leeg voor euro's en dollars. Want we hebben losgemaakt van God de eigenaar. Terwijl het de bodem van God is. De atmosfeer van God. De bomen van de Heer. Zo staat het trouwens letterlijk ook in de Natuurpsalm 104. De bomen van de Heer. Maak niet los. Maar blijf je verwonderen. En dan het laatste nog, als het gaat om niet losmaken. Hè? Hoe gaan we hier nou verantwoord dan zelf mee om? Eren wie eren toekomt. Verbazing oefenen. Maar ook een passende reactie op Gods liefde. Dat. Niet maar omdat het moet, maar omdat je God in zijn liefde, in zijn niet loslatende liefde, hebt leren kennen. En mag ik je vragen, wil je dan ook alsjeblieft elke dag proberen te verantwoorden tegenover die eigenaar? Heer, ik heb geprobeerd goed met uw spullen om te gaan. Ik heb zo naar de landerijen en naar de luchten gekeken. Ik ben zo langs de schappen in de winkel gelopen. Niet altijd even heel bewust, maar je oefent je in die verwonderingen wederliefde. Dat is een antwoord op God. En zo leef je meer en meer verantwoord. Dat biedt ook de hoop, hè? Op je eigen plek. Al denk je het is een druppel op een gloeiende plaat of water naar de zee dragen of zo. Ons antwoord ligt in de God van ongedachte hoop. Paulus schrijft in Romeinen 8, de aarde wankelt, maar is niet zonder hoop. Deze aarde is niet zonder hoop, wat voor IPCC-rapport er ook verschijnt. Onze God is niet te vangen in een IPCC-rapport. Onze God is de God van ongedachte wegen. En dat betekent dat deze aarde hoe dan ook in goede handen is.
En hopelijk kennen we de belofte van God dat deze aarde vernieuwd zal worden, als door vuur heen, deze aarde, want God laat niet los. Kijk naar Jezus Christus, God laat niet los. Zo verliefd had God voor deze wereld, Johannes 3 vers 16, God laat niet los. En dus is er hoop. En hoopvol beginnen wij verantwoorde dingen te doen. Misschien moet je er niet al te veel over nadenken, wat moet ik eens gaan doen? Maar bezig gaan. Zoals soms kinderen niet al te veel nadenken, maar ineens doen. Zoals kinderen vrij uit kunnen zingen om blij voor de Heere te zijn. Zoals Psalm 8 bijvoorbeeld in vers 3 zegt. En misschien moeten we daar ook maar een voorbeeld aan nemen, hoopvol. En kijken naar die tekenen van hoop. Nou, eindelijk kom ik bij jullie jongens en meisjes. We gaan kijken naar de tekenen van hoop. Ik vind dit allemaal tekenen van hoop. Lize, we zien hier Lize. Prachtig, Lize, mooi. Lize Mossel. Geeft de plantjes water, dat is belangrijk. Je zorgt voor de schepping van de Heere God. Nog even een keer, Lize. Mooi dat je meehelpt. Ze hangt de kleren op. Als ik goed begrepen heb, moet je trouwens anders omdoen, denk ik, aan de bovenkant. Prachtig, Lize. Dank je wel. Spaart energie uit als je een keer de droger niet hoeft te laten draaien. En dan hier. Pre-loved, de mooiste tweedehands kleding, boys and girls. Yes, Annelies. Top. Kledingindustrie draait door, letterlijk en figuurlijk. Tweedehands kleding, mooi. We gaan verder. We zien hier Lieke. Beetje rotzooi gemaakt, maar wie maakt niet af en toe rotzooi? Ik wel. Lieke ruimt het zelf weer op. Top, Lieke. Yes, een elektrische auto. Jesse de Vries, mooi. Spaart wat bronnen van de aarde uit. Elektrisch rijden als voorbeeld. Niels, daar is die. Top. Flessen ingezameld. Recycling. Laten we druk bezig blijven als het kan. We gaan naar Abel, Oosterhuis. Die heeft ook de rotzooi opgehaald. Plastic. Goeie acties. Abel, dank je wel. Dit is Isabella, Isabella van Wieren. Ook op vakantie is deze mooie foto gemaakt. Ruimt ook haar eigen afval, of gewoon afval in de prullenbak, daar waar het hoort. Of energie uitsparen als je 's avonds toch nog even wil lezen bij kaarslicht. En hier hebben we Nora, dat kun je zien aan het armbandje. Ja, dat wist ik ook niet, dat heb ik me laten vertellen. Mooi Nora, dankjewel Nora Oldhof. Het lege patatbakje in de prullenbak, zo hoort het. Op een waddeneiland was dit. Manu, badjes, zaait, graszaad. Iets minder steen in de tuin. Heel goed. En we gaan naar Esmee. Goede container uitkiezen. Is nog wel eens een opgave. Wat moet in welke container? Groente in de groene. Plastic in de oranje. Enzovoorts. En af en toe ook nog een keer Esmee Bufferga naar de kringloopwinkel. Een koopje. Ach. Misschien denk je, het zijn maar kleine dingen. Misschien doe je altijd al wel zo. Ben je erop gespitst. Maar zie het kader van Psalm 8 er eens omheen. Heer. Onze Heer. Yahweh, de God van verbondenheid, liefde. Onze baas, onze regent. Hoe heerlijk is uw naam op heel de aarde. Dat is meteen ook de notendop. Origineler kon ik hem niet maken. Is dus gewoon geleend van een lied van Lydia Zimmer. Zoek hem even op YouTube als je zin hebt vandaag. Je hoort hem één keer, krijgt hem niet meer uit je hoofd. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Zullen we samen amen zingen als we Psalm 8 vers, alle versen zingen, Psalm 8a. Thank you.
Ik wil iedereen van harte oproepen om te staan voor wat hij gelooft, als we samen de apostolische geloofsbelijdenis gaan zingen of in je hart meedoen. Tijd voor ons gemeentegebed en het zal niemand verbazen dat de toonzetting is het klimaat, schepping, maar we zullen ook bidden voor een behoorlijk rijtje landen. We zullen bidden voor met name landen waarin het instabiel is. We noemen Congo. Vorige week was de collecte voor een theologische opleiding in Congo. Dat was instabiliteit, dreiging. We willen bidden voor meer stabiliteit. Wit-Rusland noemen we nog maar een keer. Maar ook Afghanistan natuurlijk. Hè? De enorme opmars van de Taliban in deze dagen. Daarnaast landen rond de Middellandse Zee. Griekenland, Italië, Turkije. Als het gaat om de branden die daar zijn. Of overstromingen. Haiti. Opnieuw getroffen door een aardbeving.
ook dat land zullen we noemen. We noemen vanmorgen ook nog een keer onze familie de Vries, Klaas en Dienik en hun kinderen, want als alles door mag gaan, zullen ze in de loop van deze dag weer naar het verre oosten vliegen, om daar weer te wonen en te leven. En ik wil dit gebed afronden met een Onze Vader. Wie zich daarvoor vrij genoeg voelt, wil ik oproepen om dat Onze Vader dan ook hardop mee te bidden. Zullen we samen naar de troon van onze God toe gaan? Heer, onze Heerser, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U bent de God van de schepping, Vader, Zoon en Geest. U bent zo vasthoudend, onvoorstelbaar, God van verbondenheid. Is een liefde beloofd en toezegd, de generaties door. Maar wel ook in alle scherpte. Een duidelijke oproep. We willen u aanbidden, Heer onze Heer. Alle lof en eer aan u voor heel de schepping. Voor het indrukwekkende heelal. Als we zo'n lied als Psalm 8 zingen, verbazen we ons over een sterrenhemel. Verbazen we ons over u. Verbazen we ons over het feit dat u die kostbare schepping in onze kwetsbare handen neerlegt. Alle eer aan u voor die liefde. U bent de God die de atmosfeer zo mooi maakte. De landen, het land scheiden van het water. Die prachtige ritmes meegaf, natuurwetmatigheden. Die deze aarde zo mooi kleurde met zoveel kleuren. Die leven gaf op deze aarde. Planten, bloemen, bomen, grassoorten. Maar ook vissen in allerlei soorten en maten. Landdieren in soorten en maten. Vogels in soorten en maten. En de mens, zo divers en wonderlijk uniek, maar toch bijna goddelijk. Zo willen we u aanbidden. En dank u voor deze kostbare planeet waarop wij mogen leven. En dan bidden we ook of u ons als verantwoordelijk mens wilt laten leven. Met een passend antwoord op uw liefde. In Christus, uw liefde in ons leven. Leer ons zuinig te zijn met grondstoffen, met alles wat de aarde biedt. Leer ons verantwoordelijk koopgedrag of doe ons daarin groeien. En dank u voor het vele goede, de vele stappen die we daar ook al in willen zetten. Geef dat we de moed niet verliezen, maar kijken naar u. Hoopvol gestemd zijn, ondanks alles. En geef ook dat geluid van uw kostbare aarde de wereld over mag klinken. Dat die verbindingen worden gelegd met een maker van wie alles is en aan wie alles toekomt. Zo bidden we voor wijs beleid, voor regeringen. Geef dat goede plannen worden gemaakt en gecontroleerd en uitgevoerd. Geef wijze bedrijfsvoering. Allerlei bedrijven en fabrieken en instellingen. Zegen goede economie. Gezond en op een mooie manier duurzaam. En dan weet u wat nodig is. En dat we dat niet maar als een gemakkelijke vraag aan u stellen, maar hoopvol en verantwoordelijk. Wil u bidden voor Klaas en Dienike de Vries, als ze op reis gaan of zijn, zegen hen en bewaar hen, samen met hun kinderen. Dat ze veilig mogen aankomen, daar waar ze weer zullen werken en wonen, in de contacten die ze daar zullen hebben. Zegen zelf met geloof en vertrouwen, met motivatie en in de zorg voor hun kinderen. Tegen Maya, Boas en Isha ook. Bij hun schoolwerk. Bij vrienden en vriendinnen. Contacten die ze hebben. En dat het mag uitwerken tot eer van uw machtige naam. We noemen namen van landen en denken daarbij aan inwoners. We noemen Congo. Zegen. Wijs beleid daar. Geef goed effect van de Shalom Universiteit. Of daar
wordt gewerkt en uw woord opengaat, als daar mensen worden opgevangen vanwege terroristische dreiging die er is. Geef meer ruimte en meer vrijheid en blijf uw woord, Heer, laten schijnen in de harten van mensen. We bidden voor stabiliteit in Wit-Rusland. Daar waar ook banden zijn vanuit onze gemeente. Geef ruimte en vrijheid. Ook om tegengeluiden tegen een regering te laten horen in goede vrijheid. Ik wil u bidden voor de enorm explosieve situatie of de tegeninjuist in Afghanistan. Het land dat zo verscheurd is en zoveel diverse bevolkingen kent. Er is ook zoveel strijd geleverd, internationale machten. En nu de bevolking het onderling uitmaakt, houden we ons hart vast. Voor een extreem regime dat meer en meer lijkt op te rukken. En wij willen u bidden, geef rust en ruimte, Heere God. En spaar bovenal kostbare mensenlevens. En ook dit is zo'n situatie waarbij wij geen oplossing zien. En het gevaar is dat we moedeloos worden. Maar u bent de God van ongedachte wegen. En dat is ook de reden waarom we het aan u voorleggen. Geef vrede, Heer, geef vrede. We bidden ook om het sparen van mensenlevens als het gaat om ander natuurgeweld. Het gaat om natuurgeweld van bosbranden, extreme hitte. In en rond Griekenland en Turkije en Italië. Andere landen rond de Middellandse Zee. Of aan de westkant van Amerika, Noord-Amerika. Heere, help de mensen daar. En geef een meer en meer goede evenwicht, ook in het klimaat, alstublieft. Een zegen opbouw. Dat mensen die misschien weinig toekomst meer zien, helpende handen mogen ontmoeten. En toch weer een nieuw bestaan kunnen gaan vinden. Dat bidden we ook voor mensen op Haiti, getroffen door weer een aardbeving. Mensen met rouw, die mensen die geliefden zijn verloren. Geef troost en hoop, zoals u dat alleen kunt. Heer onze God, zo bidden wij. En u kent ons allemaal, jongens, meisjes, jongeren, ouderen. Hier of op een andere plaats, hoor ons bidden. Ook als we woorden uitspreken die uw zoon ons leerde. En vanuit ons hart u aanroepen als. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En we komen toe aan de collecte, of ik moet zeggen het aandachtsmoment voor de dienst van het geven. De gaven zijn deze week bestemd voor zending en evangelisatie. Onze gemeente werkt op diverse terreinen mee wereldwijd. Som ik nu niet allemaal op, maar dat wat jullie nu gaan geven heeft in ieder geval die bestemming. We zijn gezegende mensen dat we sowieso kunnen geven. En die zegen wordt ook concreet straks voordat we hier weer vandaan gaan. Of voordat jullie achter de camera, aan de andere kant van de camera, weer verder gaan. Als de zegen van God klinkt en we zingen daar nu naartoe met een lied vol verwondering, vol liefde voor onze God. Hoe groot zijt gij? Thank you.
Heerlijk om zo samen een speciale pauzedag, de Sabbat, de rustdag van onze God te mogen beginnen. De dag nog veel langer. Ik wens jullie allemaal een hele mooie rustdag. En ik noem ook nog graag dat vanmiddag om 16:30 hier gelegenheid is om samen te buigen over Gods woord, samen te bidden. En een stuk van de gereformeerde kerkleer leer over doen van goede werken. We gaan nog verder over verantwoordelijk mens zijn om daar verder in te groeien. Vanmiddag 16:30 hier. We mogen hier vandaan als gezegende mensen, want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met en door God de Heilige Geest, die zijn met u, met jullie allemaal.